doet. Hey mensen, welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we kijken of we het level willen aan... Level 5 halen in deze aflevering. Dus ik ga eerst deze rit afwerken voor een inkomen van 31.577 euro. Dus we gaan dat eerst afwerken en dan naar achter gaan we nog een ritje doen. Kijken hoeveel levels dat we omhoog kunnen geraken. Haal zo licht aan. Zoals je weet rijden we manueel. En het is nog iets anders rijden dan mijn automaat. Dus we moeten nog 1 uur en 32 minuten rijden en want dan zijn we op locatie. Het belangrijkste is dat we ons blijven focussen. Vanaf volgende week donderdag mensen ga ik een paar aantal dagjes niet live kunnen gaan omdat ik een infiltratie hebben in mijn rug. Ik heb een lichte een beginfase van een artrose. Plus ik zit op mijn een hernia. En ik word daarvoor behandeld nu. Dus wij gaan sowieso mensen. Ik ga wel live gaan, dus er komt ook van deze weekend een video online van de Ghost Pack. En wij zijn, zoals we beloofd hebben, wij hebben de dingen, de tunnel, zoals de aantal likes dat we hebben gehaald, hebben we. We hebben ons likes behaald trouwens. Een dikke merci daarvoor. En we gaan gewoon naar in de tunnels. Papa heeft zijn voorbereiding gedaan. Ik ga morgen nog een beetje voorbereidingen doen. Morgen ben ik even buiten. Maar ik ga daar ook een vlogje over maken. Nog een beetje kijken voor extra verlichting. En zal ik het ook kunnen op Eurotrucks voor mijn schakeltrein? Ik weet het niet.
veel beter zijn als we een eigen vrachtwagen hebben. Dat is de eerste botsing dat we hebben. Ik probeer toch zo goed mogelijk te rijden, mensen. Ik doe mijn best, meer kan ik ook niet doen. Kijk daar, we zijn op locatie. Net hier level 3. Ik ga eerst kijken of dat we een lening kunnen halen. We hebben nu, hoeveel hebben we staan? 51.000. Dus wat ik kan doen is een lening aanhalen van 100. En dan gaan we naar ons vrachtwagendealer. Dan gaan we naar een Pieterbilt. Dan gaan we de dingen bezoeken. Waar gaan we naar hier? Beginnen we met een moderne. Gaan we naar deze. Dat is wat ik ben. We beginnen met een old school. Duw die cabine. De D-cabine, linkerzijde, 370 pk. 150 gallons, 150 gallons, 170 pk. Ik denk dat ik voor de deze ga. Ja, ik ga voor de deze.
was die er wel. Koppelen we deze. Koppen. Voilà, we hebben onze eerste vrachtwagen gekocht, mensen. Oké. Nu gaan we kijken welke opdracht kunnen we doen. We gaan naar het vrachtcentrum. En dan doen we een ritje naar Rijt, Los Angeles. Nu een turbine hotel, dan gaan we deze doen. We verdienen een mooie prijs. Dat is onze vrachtwagen om te beginnen, mensen. Oh, wow, wow. Maar wat dat we eerst gaan doen is. Koppelen aan vast en er kijkt dus een mooi ritje van 4 uur. Oh, hier achter. Oh.
we gaan bijna moeten rusten. Dus ik denk wel dat ik die 4 uur ga kunnen uitrijden. Is mijn ledkleur ook beter zetten dan mijn
Sorry mensen dat ik een beetje stil ben, want ik ben even aan het focussen voor mijn snelheid en zo. Als we de rit gedaan hebben. Tanken moet ik ook niet doen, want ik heb nog 123 liter. En het is nog ongeveer 2 uur rijden.
ik zou ook zeggen, vergeet sowieso een keer niet te abonneren op deze kanaal. Vergeet niet te abonneren op de Ghost Pack. En vergeet ook Godflex niet te abonneren en te volgen op Twitch. Hij is momenteel live, vanaf dat ik weet. En anders kun je hem tussen mijn volgers vinden, in mijn lijst. En dan moet je daar maar gewoon toevoegen. Zeg, ik kom een keer ook een goeiedag zeggen. En ja, dan het wordt een hele leuke aflevering morgen. Via, ben ik ook live op Twitch. En dan gaan we Eurotruck spelen. Eurotruck Simulator 2. Dan gaan we onze eerste trailer kopen tijdens de lijst. Hebben jullie ideetjes welke trailer het beste is voor te beginnen? Laat mij gewoon weten. En ideaal, we kunnen leveren, we kunnen slapen. Ideaal! En we gaan waarschijnlijk weer het uitkijkpunt ontdekken. Eigenlijk kunnen we zoiets doen met het al onderweg zijn aan het rusten.
de straat hebben we een garage plus een slaapplek. Ideaal mensen. Daar heb ik vanmiddag voor eerst mijn lening afbetalen. Hey. Oké. Okay. En dan gaan we weer naar rijden. Letterlijk hier, mensen. Nog geen minuut. Dus we gaan eerst kijken wat er nieuw is. Oké, dan hebben we configureren. Wacht, we gaan eerst. En dan gaan we kijken wat we erbij hebben. Een kleurtje. Snow White, Dark Grey, Deep Black, dus zo kon ik. Nee, daar hebben we niet de mensen. En de spiegels wel mee laten kleuren. Wat ik wel ga doen is. Ik ga nog een wide angle opsteken op velgen. Flaps kan ik ook niet aanpassen. Die gaan naar binnen. Dat is zo'n beetje wat we kunnen doen voorlopig, voor vandaag. En we gaan naar slaapplaats. En dat is hier geworden. Dus we gaan ons allemaal parkeren. Dan moeten we
motor uit en week drukken. En dan nemen we wat rust en dan doen we nog een keertje. Voilà. Dus mensen, merci om te kijken. Vergeet sowieso niet te abonneren op deze kanaal. De volgende video komt ergens volgende week. Ofwel nog morgen of overmorgen. Dus mensen, vergeet sowieso niet te kijken. En we zien elkaar morgen op Twitch. En vergeet Godflex ook een keer niet te abonneren. En Brian18k vergaan we ook een keer niet. Vergeet hem ook niet te volgen op Twitch. En op zijn YouTube kanaal. Dus mensen, we zien elkaar later.